Goedendag iedereen, op deze 27 juni 2020. Ja, het is zaterdag. Het is bijna 8 uur in de morgen. Ik ben vroeg op de fiets om dus ook wat in beweging te blijven en sport te doen. En dus ook de mogelijkheid om dan tijdens het fietsen bepaalde locaties terug in beeld te brengen. Dus ondertussen terug Havenfort parking hier voor ons. En natuurlijk de wekelijkse traditie van het verkoop van de broodjes hier. Dus sandwichen, gewoon brood, boterkoeken en zo verder. En ook de eerste regendruppels vallen hier. Laat ons zeggen, na het onweer van gisteren. Terug hier het shoppingcenter Stationsplein. De winkels gaan open over enkele minuten. Dus de grote ketens, warenhuizen en dan om 9 uur natuurlijk ook wel aansluitend de Karwei Brico winkel en zo. En dus die is hier vaak om 10 uur en de zondag rond de middag. Ik zeg, in de week is het hier toch wel iedere dag redelijk druk. Allee, ook in het weekend. Ik zeg, over enkele uren hier zijn die parkingen ook terug wel volzet. Maar ik zeg, je hebt veel ruimte om te gaan winkelen. Zo de leuke beelden van het Stationsplein in de vroege ochtend. Ik zeg nogmaals, ook de Gentse straat is ook een belangrijk punt om te gaan winkelen. Ik zeg, je hebt daar best leuke winkels. En de Gentse straat, zoals je kan zien op de andere video, is nu een woonerf geworden, waardoor dat u bij het shoppen feitelijk geen last hebt van de auto's.
Dus je kunt echt op het gemak gaan winkelen. Zo. En hier nog een blik op de Inhulst. Zo, beste mensen, was een korte overzicht hier nog. Ja, vroeg in de ochtend, 8 uur, op deze 27 juni 2020. Tot later.